is het voor jou om als dokter hier te werken? Het is heel mooi om hier iets van mijn kennis en ervaring die ik in Nederland heb opgedaan weer te kunnen gebruiken. Om ouders voor te lichten, vaccinaties te geven en zoiets te betekenen hier voor de mensen in de wijk die anders geen toegang zouden hebben tot gezondheidszorg. Wat voor problemen zie je vooral bij de mensen die een gezondheidscentrum zoals dit bezoeken? Wat ik veel zie is kinderen die met de groei achterlopen. Dus kinderen die toch wel een te laag gewicht hebben voor hun leeftijd. Of zelfs in hun lengte ook niet meer goed groeien. En ik vermoed dat dat de afgelopen maanden meer is geworden. Doordat toch wel de levensomstandigheden hier moeilijk zijn geworden. En veel mensen niet de goede voeding aan hun kind kunnen geven. Als ik vraag aan kinderen wat ze eten of aan de ouders, dan zeggen ouders over het algemeen wel van ja, ze eten alles. Maar als ik dan voorbeelden vraag, dan hoor ik vooral aardappels, rijst. Op zich prima, maar dat zijn niet de meest gezonde dingen. Vlees denk ik dat hier weinig gegeten wordt. Echt niet alle groentes, als de groentes te duur zijn. Misschien vooral de groentes en fruit die in het seizoen zijn, die worden wel gegeten. Maar ondervoeding is hier wel echt heel veel voorkomend. Ja, het is soms best pittig, omdat je ook, je ziet heel erg de nood en de ellende van mensen. Dus het kan soms ook best wel confronterend en heftig zijn dat je denkt, wow, wat een ander leven hebben mensen hier. Als je inderdaad geen gezond eten voor je kind kan kopen, als een school niet te betalen is, als bepaalde medicijnen die je eigenlijk nodig hebt je niet meer kunt betalen. Tegelijkertijd denk ik wel, ja, wat ik hier kan doen, dat doe ik. Ik ben een dokter, wat ik kan doen is medische zorg bieden, dat kan ik voor ze doen. En dat, ja, dat houdt het ook voor mij, zeg maar, draaglijk. Ja, dan kan ik het volhouden. Wat raakt jou het meest als je kijkt naar de mensen hier in Worsamoet? Ik denk het gebrek aan perspectief en hoop wat de mensen hebben. Als ze zelf kijken naar hun toekomst, dan zien ze denk ik weinig verbetering voor zich. Als ze kijken naar de overheid, hier zal het hier niet veel beter op worden. Mensen hebben vaak ook niet zo'n danig opleidingsniveau dat ze zelf veel beter werk zullen kunnen vinden. Dus ja, wat mij dan raakt is dat ik denk, ja, hoe gaat het met deze kinderen? Als deze kinderen nu zelf niet naar school kunnen, hun leven gaat er niet heel veel beter uitzien later. Ze blijven in een spiraal van armoede en crisis eigenlijk. En dat zou je heel graag willen doorbreken en dat is gewoon heel lastig. Ja. En wat is persoonlijk jouw grootste drijfveer? Ik merk heel erg dat ik, wij zijn in Nederland, zijn we zo gezegend en ik wil heel graag dat delen met de mensen hier. Dat kan al heel klein en heel simpel zijn door bijvoorbeeld die schaal appels die ik daar heb staan. Elke ochtend als ik hier kom, dan koop ik even een zakje fruit hier bij de plaatselijke groentewinkel. Om gewoon even aan elk kind een appel of een banaan of een stukje fruit mee te kunnen geven. Het moet niet, maar ik vind het gewoon leuk om op die manier iets van, joh, ik kan het betalen en ik geef het aan je omdat ik gewoon je iets wil laten merken van liefde en van delen. En dat is denk ik iets heel kleins praktisch. Hoe belangrijk is jouw geloof daarin? God drijft me om dit werk te doen. En dat is niet omdat ik het hier zo comfortabel en plezierig vind. Want het leven is hier niet per se comfortabel. Maar het is goed genoeg. En we kunnen hier ons leven leiden. En God helpt ons om op die manier ook gewoon hier aanwezig te zijn. Maar als we zien op God, dan geloof ik dat Hij enerzijds wonderen kan doen. Hij kan hier de situatie verbeteren. Hij kan een verbetering van de situatie in heel Libanon geven. En tegelijkertijd geloof ik ook dat Hij, al zou het hier even moeilijk blijven, dat Hij ook op die manier kan werken in mensen. Door een gesprekje wat ik heb, door ja, het licht wat het verspreidt, door als christenen zeg maar hier aanwezig te zijn in de wijk. Om vanuit het, ja, de liefde van God die wij kennen, om dat uit te delen met de mensen om ons heen. En ik geloof dat dat ook het enige is wat de mensen hier echt hoop kan geven. En zie je God aan het werk hier? Ik vind het moeilijk om dat te zien concreet hier in de kliniek, omdat ik in de spreekkamer vooral gesprekjes heb echt over medische dingen. Ik ben hier niet als evangelist gekomen, mijn taak is om als dokter hier te werken. Maar natuurlijk heb ik wel gesprekjes met collega's, met studenten, ook mensen bijvoorbeeld in onze kerk waar wij lid zijn. En daar zie ik God aan het werk. God gebruikt deze crisis en deze situatie wel om mensen hun harten te openen. Want als je alleen maar wanhoop ervaart en je denkt dat het hele leven alleen maar slechter kan worden. En dan kom je mensen tegen die je willen helpen. En dat blijken christenen te zijn. En dan denk je, hè, christenen? Ik heb als moslim altijd geleerd dat christenen mij haten, maar nu helpen christenen mij.
ja, daar breekt dan soms iets open. En dan hoor je van mensen, ik hoor van heel veel verhalen van moslims die tot geloof zijn gekomen hier in Libanon. Doordat ze bijvoorbeeld hulp kregen van christenen. En zeiden, ja, ik vroeg me gewoon af, waarom doen ze dat? En ik ging doorvragen en ik kwam erachter dat zij een heel ander geloof, een heel andere God hadden. En ik werd overtuigd dat ik ook die God wilde dienen. Dus op die manier zie je God hier wel echt aan het werk. Hij gebruikt, ja, denk ik ook deze crisis om mensen hun harten open te laten stellen voor het evangelie. Ja, merci. En echt, bye, Marie. Merci. Salam toe.